We zijn hier vandaag met Bianca van de Flexinet. Die gaan we proberen vandaag bij Kashmir. En Bianca gaat ons dat uitleggen. Hoe en waarom we dat gebruiken? Nou, de Flexinap die gebruik je bij paarden die last hebben van de luchtwegen. Dat kan je doen door middel van natuurlijke middelen vernevelen. Maar je kan ook medicatie van de dierenarts kun je in de Flexinap gebruiken. En dat is als het paard echt ziek is en bijvoorbeeld zware infectie heeft of iets dergelijks. Dan ga je samen met de dierenarts in overleg. Maar nu gaan we bij Cas met Immunosan aan de gang. En die Immunosan die zorgt ervoor dat zijn slijm oplost in de luchtwegen. En dan gaan we kijken of dat Cas weer lekker vooruit kan. Ja. Zal ik hem eens uitpakken? Hij komt in de koffer. En als de koffer aankomt, is die helemaal compleet. En dan kun je meteen beginnen met vernevelen. Dit zijn de medicatiecups. Er zitten er 2 medicatiecups zitten erin. We hebben wat extra hulpmiddelen. We hebben een oplader, we hebben schoonmaakmiddel, we hebben nog meer schoonmaakmiddel en tot slot hebben we zoutoplossing. Dan pakken we het masker eruit, speciaal een mooie roze. De medicatiecup die zetten we hier bovenop en dan gaan we als eerste, omdat dit de allereerste keer is voor Cas, met zoutoplossing. Kijken wat hij ervan vindt. Dit is de allereerste keer dat Cas de Flexinap opkrijgt. Dus we draaien eerst hieronder. De inlaat draaien we helemaal open, zodat hij voldoende lucht krijgt. Als je eenmaal aan het vernevelen gaat, draaien we die weer dicht. Zodat hij alles wat er verneveld wordt ook goed kan inhaleren. Dit is de eerste keer, dus we zetten even alles open. Dan halen we hier het topje vanaf. Die steek ik even op zak. Dan doen we het stekkertje erin. En dan is die zover om bij Cas aan te doen. Achter de oren. Nou zit hij vast. Hij moet mooi aanzitten. Dat is per paard afhankelijk. De neus en de mond moeten er mooi in zitten. En dan, nou deze hangt eigenlijk perfect zo. Het enige wat je dan nog hoeft te doen, is aanzetten. 1 keer drukken, dan zie je hier standje 1. De batterij is helemaal vol. En hij begint helemaal mooi vol te lopen met de nevel. Oeh, Cas. Exciting. En als die dan langzaam gewend is, en dat kan bij de eerste keer of bij de tweede keer, dan ga je deze dichtdraaien. Nou zijn we met zoutoplossing bezig, kan hij rustig even wennen. Maar dan kun je hem langzaamaan dichtdraaien. En je kan zeggen, ik begin met helemaal open. Want de buis die loopt heel mooi vol nou. Maar ik zie dat Cas hem niet leeg ademt. En vindt het toch wel spannend. En wat je dan zou kunnen doen, is dan ga je wandelen met je paard. Want als je gaat wandelen, moet hij doorademen. Want hij houdt nou heel stiekem zijn adem in. En hij moet daar in één keer echt een flinke zucht gaan maken en dan gaat hij leeg. Maar om dit te voorkomen, dan kun je zorgen dat je gaat wandelen en dan wordt hij de buis, trekt hij mooi leeg. Want dan moet je ook kunnen zien. Die gaat weer leeg en dan stoomt hij weer vol. Ja, dan moeten we dan eigenlijk echt een keer goed in beeld. Je ziet nu dat hij net vol blijft. Ja, hij doet helemaal niks. Nee. Hij staat er ook bij van, oh! Hij doet nu exact wat hij wegdoet. Hij doet gewoon alsof hij onzichtbaar is. Ja. Ja. Heel braaf, hè? Ja. Ik heb hem nou hier dichtgezet. En nou moet hij. Kijk maar, nou trekt hij hem leeg. Zie je dat? Oh ja. Nou komt hij vol. Nou, zoals je ziet is hij klaar. Hij is gestopt met vernevelen. Nou, dan kan het masker kan af. Dan kan hij terug op de stal. Okay. Of doen wat je eigenlijk normaal gesproken doet. Ja. En dan ga ik even uitleggen hoe dat je moet schoonmaken. Want het is heel belangrijk dat je hem goed schoonmaakt. Zo. Nou, heel belangrijk is dat je hem goed schoonmaakt. En dan vooral de medicatiecup. De medicatiecup, die haal je eraf. En dan had ik hier in mijn zak, had ik dat dopje. Dat moet je er altijd meteen weer op doen. Pak het schoonmaakmiddel. Even. Dit is een nieuwe, hè? 1, 2, 3.
dop erop. Even goed schudden. Dan doe je een paar keer duwen. Dan doe je er zo. Dan pak je de witte. En dan doe je een paar keer spoelen. Dat al het sop eruit is. En dat moet altijd met gedemineraliseerd water. Want dat is mooi schoon water. Er zit geen kalk in en geen residu. Dus daar kun je het beste mee schoonmaken. En dan laat je hem zo aan de lucht. Laat je hem drogen. Het is nu best koud. Ik heb mijn dikke jas aangetrokken. Dus zorg dat je de medicatiecup binnen laat drogen. Dan heb ik nog één vraagje. Ja? Hoe vaak en wanneer gebruik ik het? Ik zou het adviseren bij Cas om het voor het rijden te doen. Ik heb gehoord dat je om de andere dag doet rijden. En dan doe je ook vernevelen voor het rijden. Ondertussen doe je poetsen opzadelen. Dan ben je tegelijkertijd klaar. En dan eerst een klein beetje immunosan gebruiken. En dan als die leeg is, dan ga je met zoutoplossing vernevelen. Altijd eerst de dierenarts bellen. En samen met de dierenarts in overleg ga je kijken wat je kan doen met jouw vernevelaar en de medicatie samen met de dierenarts. Nou, super. Dan wil ik je heel erg bedanken. Graag gedaan. En, we gaan lekker mee door. Ja. Yeah. Wij gaan er hartstikke fijne paarden mee. Succes ermee. Komt helemaal goed. Gebruiken.